Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt af en toe ook wat lichte regen of motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar echt dat druilerige novemberweer. De temperaturen liggen vanochtend tussen de 7 en 10 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag is de wind ook zwak tot matig, blijft zuidwest en het weerbeeld verandert eigenlijk ook niet of nauwelijks. Bewolking, van tijd tot tijd wat licht gespetter, 9 tot 12 graden is de maximumtemperatuur. En ook vanavond niet te veel wind, veel bewolking, een druppeltje motregen en vrij hoge temperaturen. Morgen verandert er nog niet zo heel veel in. Met een beetje geluk zien we in het zuidoosten eventjes een klein beetje zon, maar in de loop van de dag neemt in het noorden de kans op motregen juist verder toe. Temperaturen iets boven de 10 graden, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vrijdag hebben we wel ander weer. Het klaart op, de zon schijnt af en toe, er valt misschien lokaal nog een spatje regen of een bui, maar verder is het dus de meeste plaatsen droog. Dat is in het weekend weer niet het geval, vooral zaterdag is buiig met 8 graden, zondag een graadje erbij en iets minder buien. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.